Welkom bij Eindhoven Jam Weekend, georganiseerd door Commit Freerun. Veel plezier met kijken. Dit is freerunning. Freerunning is eigenlijk om zo mooi mogelijk van A naar B te komen. Dat doe je vooral door met salto's te gebruiken of valt, dus met je handen over een muurtje heen. Veel ook springen, dus van de ene muur naar de andere muur springen. Maar je doet het niet zomaar, je doet het om gecontroleerd te zijn en dus uit te vogelen wat je lichaam eigenlijk wel en niet kan. Dus een beetje je grenzen op zoek eigenlijk. Ik train ongeveer 3 keer per week, als het niet meer is. Ik kan meestal niet omdat ik met school bezig moet zijn. Dus dat is wel jammer. Dus, ja. Ik ben met parcours in contact gekomen nu ongeveer 10 jaar geleden. Ik was een beetje aan het skateboarden, een beetje zoeken wat ik wilde doen. Hoorde ik wat gasten praten over gekke sprongen maken, op YouTube op gaan zoeken. En toen gelijk in speeltuintjes begonnen met allemaal gekke dingen doen en lekker opbouwen vanaf daar. Ik ben ongeveer nu 12 jaar bezig met sport, 12 jaar. En ja, al vanaf toen ik 12 jaar oud was. Ik train hier onder andere, maar ook bij de kerk, Catharina Kerk. We hebben vele hotspots. En Eindhoven is eigenlijk de beste stad in Nederland om te trainen. Ja, Eindhoven is gewoon, de scene is gewoon best wel sick. Want iedereen is lekker aan het committen, lekker hard aan het gaan. En dat zie je ook wel een beetje aan de spots. Het zijn lekkere spots om gewoon goede sprongen te doen, zeg maar. Ik ben niet vaak in Eindhoven, maar elke keer als ik in Eindhoven ben, merk ik wel dat het een hele hechte community is. Het is eigenlijk nooit dat je hier bent en dat je met een klein groepje bent. Het is altijd een grote groep mensen die altijd met elkaar trainen, van elkaar leren. Dus dat is altijd wel het mooie als je hier bent. Ik vind het fantastisch. Het zijn verschrikkelijke lenige gasten. Ik snap er helemaal niks van hoe dat ze het allemaal kunnen. Omdat ik hier eigenlijk nu als een van de langste aan het trainen ben, heb ik ook het meeste ervaring ook in het buitenland. Ik heb vele competities gedaan. En voor de jonge talenten die hier trainen en het willen maken in de freerun scene, kan ik ze helpen met het bedenken van runs, zoals ze dat noemen. Precies. Ik denk dat ik alles zou breken als ik dit zou doen. I'm definitely in my zone. Welkom op Zuiderspel, de gezelligste spellenbeurs in Veldhoven. Zuiderspel is een spellenbeurs waar vooral spellen zonder stekker gespeeld worden. Dus dan hebben we het over bordspellen, gezelschapsspellen, kaartspellen, miniatuurspellen. Ja, geen computerspellen dus. Wij doen dit omdat het, we eigenlijk een enorme hobby hebben in spellen. En we heel graag deze hobby willen delen met heel veel mensen. Omdat het zo ontzettend leuk is om met elkaar aan tafel te zitten en gezellig een spel te spelen. It's all just a game show. Heel erg leuk. Beetje ingewikkeld, maar wel gaaf. Ja, wat maakt het leuk? Afwisseling, ja, complexe set regels en elkaar vreselijk naaien met kaart inderdaad, ja, dat vooral. Het is heel snel op tafel gezet en het is gewoon leuk voor jong en oud, want ik speel het ook soms met mijn zoontje, dus hartstikke leuk, ja. Kun je goed tegen je verlies? Ik kan slecht tegen mijn verlies. Ik wil per se winnen. Ja. Annie, we hebben die thuis staan. Maar ik zag dat er nog een andere versie was, dus ik was het verschil aan het zoeken. Ja? Ja. En waarom? Het is een heel leuk spel. Heel gevarieerd, is altijd anders, dus ja. Dat is heel leuk. Ja. Bent u ook een verzamelaar? Mijn man vooral. En vindt u dat leuk dat hij zo... Ja, ik vind het heel leuk, ja. 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 Is toch wel allemaal in het huis? Nog net. Moeten we kasten gaan bijkopen.
speel je eigenlijk niet liever computergames? Een beetje wel. Als je eerlijk bent? Ja, dat wel dan. Pannenkoeken flippen. Leuk. Ik vond het niet zo, maar ik was aan het verliezen. Dus dat helpt niet echt mee met het spel leuk vind. Stond u tegen uw verlies? Ja, ik verlies altijd thuis. Oh, je bent gewend. Dus. Ja. Wij spelen regelmatig en de andere spelers zijn altijd beter. Komt dat? Ja, die zijn niet gewoon slimmer. Ja, echte spelletjes fanaten. Ja, de kast ligt bijna vol. Komt het? Ja, gezellig. Altijd leuk om met verschillende groepen te doen. En ja, leuker als gewoon op de bank gaan zitten thuis, vind ik. Ja. Hey, dus ik wil wel een van de kakdie? Ja, is goed. Oké. We zijn hier vandaag bij IFAB. IFAB is een internationaal face paint en body paint workshop weekend. Heel lang woord. Wat we nu voor de 6e keer houden in Breda. We hebben hier een 16-tal artiesten vanuit de hele wereld die les komen geven aan een hele grote groep face en body painters uit Europa. So used up and blinded by lies there underneath the blue sky. Als je met kinderen bezig bent, dan zijn het bij de meisjes meestal prinsesjesachtig, vlinders. En, maar vlinders heb ik altijd zoiets van, oh jee, dat moet aan twee kanten gelijk zijn. Hè. Je kunt beter asymmetrisch werken. En bij de jongens zit je meer in de dieren. Hè. Dus, of wat eng. Het is ook ontzettend leuk om skulls te maken. En zo. Als kinderen dan vragen, ik wil wat heel engs. En ik zeg, waarom wil je dan eng? Wie wil je bang maken? Mijn vader. Je kunt hier op het gebied van facepaint, schminken, bodypaint, special effect, alle nieuwste technieken leren. Je leert van de beste mensen uit het vak. Er zijn die demonstraties special effect waardoor je moet kijken van is dit echt of is dit niet echt. Ik ben Eugène Leclerc. Ik doe samen met Jolijn Brouwer een special make-up bedrijf. En dat houdt in dat we allerlei soorten karakters maken en dat proberen we op een level te doen dat het net echt is om ja, mensen of te shockeren of te zeggen van wauw, wat ziet dat er mooi uit en wat ziet dat er echt uit allemaal. Dus moet ik ook dit hier tussen doen? Ja, wat je moet doen is, omdat je hier nog een behoorlijke heuvel ziet, zeg maar, bobbel, is dat proberen die weg te blenden, zodat het één vinger wordt. Het leuke ervan is, als je klaar bent met je karakter en hoe mensen daarop reageren van oh, wat gaaf of oeh, wat eng. Vandaag hadden we er één die liep huilend weg. Ja, weet je, dan is het toch wel geslaagd op een of andere manier. Want het is wel een bepaalde reactie die je uitlokt en die je eigenlijk wil creëren. Je ziet nog een beetje hier wat ze heeft gemaakt. Ik kan het niet te ver laten zien, want dan is het niet meer. Dan moet het gecensureerd worden en zo. Bloemen en vlinders gaan het beste af. En de rest is nog verder oefenen. Veel mensen kennen elkaar, dus dan is het ook weer een feestje om elkaar weer te zien en weer bij te kletsen. This is my first time ever leaving Australia. So I am completely honored to be amongst some of the world's best face and body artists. And I've made friends for life since being here at IFAB. I'm so blessed. Vorig jaar hopelijk mooi weer, maar in ieder geval een lang paasweekend voor de deur. Logisch dat de komende tijd veel te doen is in onze provincie. Zoals de aftrap van het festivalseizoen. Traditiegetrouw met paaspop op terrein de Molenheide in Schijndel. Vanaf vrijdag tot en met zondag met een geweldige line-up. Met onder andere Kensington, Bastille, Iggy Pop, Bluff en Triggerfinger.
In het kader van Roosendaal 750 jaar is daarvan komende vrijdag tot en met woensdag 4 april een nostalgische voorjaarskermis. Met 30 attracties die onder meer op de markt en bloemenmarkt staan. Op tweede paasdag kan er op 14 locaties in Brabant worden deelgenomen aan de Dag van het Landschap. Deze traditie bestaat uit gratis wandelexcursies voor het hele gezin in diverse natuurgebieden. En voor degene die na de smaakvolle paasdagen flink wat calorieën willen verbranden, is er op tweede paasdag een workout voor alle niveaus. Deze bootcamp vindt plaats aan de Carpendonkse Plas in Eindhoven en de start is om 10 uur. Heb jij ook een leuke tip voor Zinderend Zuiden? Mail ons dan evenementen@omroepbrabant.nl.